Het is dus eigenlijk een relatie meer gebouwd op liefde dan op erotiek. Nou, erotiek zit er ook nog wel in. Alleen als je ouder wordt, dan als je me dan een keer... Mag ik dat zeggen zo? In Nederland wonen we met 17 miljoen mensen. En wat voor iedereen heel erg belangrijk is, ga maar na, dat is natuurlijk de liefde. Niet iedereen heeft liefde. Een hele grote groep mensen is namelijk vrijgezel. En dat zijn er 2,8 miljoen. Heel veel mensen hebben wel liefde. En het eerste stel waar ik je graag aan wil voorstellen, daar zit al een heel groot verschil tussen. Namelijk zo'n 30 centimeter. Dit is Alles is Liefde. Alles is liefde. Ik heb altijd grote mannen gehad in mijn leven. Nou, je bent een stukje kleiner, hè? Dat is heel klein, ja. Ja, klein maar fijn, zeggen ze. 1,47 of zo, hè? Oeh. 1,48? Nee, 1,47,16, 6 mm. Oh, ja. Wat is nou het geheim van een goede relatie met elkaar? Nou, dat weekend alleen. Wij hebben dus een weekendrelatie. En het fijne van een weekendrelatie is dus dat je ook tijd hebt voor je eigen. Je bent blij dat je weer naar huis gaat. En smalens ga ik dan weer naar huis. En dan heb je thuis een stuk eigen leven. En dan begint het zo vrij, dus weer te kriebelen. En denk, oh ja, weer leuk. Wat gaat er dan kriebelen? Nee, ik kriebel er niet veel meer. Nee. Uw liefde in uw leven? Ja, godzijdank wel, ja. Hoe lang bent u samen met uw man? 30, 40 jaar? Nee, dat nog niet. Maar wel 25. Op een werk hebben we elkaar ontmoet. En hij moest bij mij, omdat ik rookte. En hij rookte ook. En die andere twee collega's, die rookten niet. Dus door die rotsigaret zijn we bij elkaar gekomen. Als je dan eerst collega's bent, hoe gaat het dan? Dan werk je een tijdje samen met elkaar en dan? Dat was wel leidinggevend, dus het was heel spannend. Niemand wist het. We deden heel stiekem. Toch niet op kantoor, hoop ik? Nee. Nee, dat niet. Nee, dat is wel leuk, toch? Office love? Ja, maar dat deden we niet. Een kusje van dingetje? Niet, hoor. Nee. Ja, wel een kusje of zo. Maar kantoor, ja? Ja, ja. Het is dus eigenlijk een relatie meer gebouwd op liefde dan op erotiek? Nou, erotiek zit er ook nog wel in. Alleen als je ouder wordt... Dan, als je me dan een keer, mag ik dat zeggen zo? Nou, als je hem dan een keer hard hebt, dan moet je hem gelijk inspuiten met haarlak, dat hij wat langer blijft, weet je niet? Het zakt wat eerder in, zeg maar. Hij is heel lief voor hondjes, anders heb ik hem al lang weggedaan. Waarom had je hem weggedaan? Hoort u dat, meneer? Ja, nee, maar, ik weet hoe precies. Dat is het leuke, wij kunnen alles tegen elkaar zeggen. En bijna alles is humor ook. Dus, maar is het dan niet zo dat je dan... Hij is heel ernstig, ziek, best heel ernstig. Kantje boord, zeg maar. En dan leer je relativeren. Dan leer je dus het kan in één keer over zijn. En dan trek je naar elkaar toe. En dan word je echt maatjes. Dan is het meer dit, zo'n wifi, zo, weet je. Dat is wel heel lief wat hij zegt. Hij meent het goed. Ja? Maar voel je hetzelfde of hem ook? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, je raakt aan elkaar gehecht natuurlijk, hè. Hoe ging die ontmoeting 5 jaar geleden? Oh, grappig. Mooi stel was dat, hè. En toch gelukkig. Ze wilde wel praten, maar dat geldt niet voor alle stellen. De volgende dame liet mij bijvoorbeeld behoorlijk smeten. Weet jij nog dat wij een jaar geleden met elkaar gesproken hebben? Meen je niet. Ja. Toen zei ik van, heb je liefde in je leven? Nog steeds niet. Hoe kan het, schat? Want je ziet er nog beter uit dan vorig jaar. Oh, dank je. Geen leuke man nog? Ja, natuurlijk ontmoet je wel mannen. Je gaat daten met mannen. Maar het wordt hem niet. Waarom niet? Waar knap je op af? Nee, ik knap vaak niet af. Mannen knappen vaak af. Waarom? Nou, ik vertel ik eens een keer wat en dan moet je even je vette clipje ertussen houden dat je er niet in interpreteert, hè? Nou, dat doe jij, want ik was eigenlijk het leuke, aan de beurt. Ja, nu ik. We waren bij het ooievaartje op de hoek van de Zeedijk. Daar was ik met mijn stiefdochter en mijn buurvrouw. Ja. Een dagje Amsterdam, was leuk. Dat wist zij. En zij zou komen. Dan komt ze aanlopen, ze had een beetje een waaier regenjas aan. Toen zei ze, oh, wat ben jij een klein leuk mannetje. Ik zou je wel zo onder mijn jas mee willen nemen. Of kaboutertje, weet ik het. Ik zou je wel zo onder mijn jas mee willen nemen. Nou, toen zat ik al in die jas. Weet je, en zo is het gekomen. Ik ben hartstikke vrolijk. Ja, dat zie ik. Ik ben hartstikke goed in het leven. Maar waar knappen ze dan op af? Geen flauw idee. Misschien vinden ze me wel te onafhankelijk. Dat ben ik ook. De meeste mannen zijn of getrouwd, of ze willen gewoon iets voor de bij. Dat je denkt van nou... Weet je, niet voor een relatie. Maar een vrouw heeft ook haar behoeftes. Zeker. Zeker. Nou, hoe gaan we, doen we dat dan? Helaas, doen we ook niet. Doen we niet. Laten we eerlijk zeggen, als ik hetero was, dan wist ik het wel. Ja, nou ja, jammer. Ik zou zeggen, doe even je best. Want ik ben ook niet makkelijk, hoor. Oh, verschrikkelijk. Oh, ik was vroeger 2 meter. Ja, echt, ik was 2 meter sinds dat ze me helemaal... Ze tikt me zacht, ze is naar beneden, weet je. Je geeft een stukje van je vrijheid geef je weg als je een relatie hebt. Want je krijgt ook wel wat voor terug. En dat terug kan heel mooi zijn. Maar ik heb echt zoiets van, ja, een keer gaat het lukken. Er komt een dag dat je denkt van, wauw,
Dat denk ik wel. Ja.